Silas, wat heb jij nou weer aan, man? We zouden te goed gekleed gaan. Ik bedoel, kijk dat hoofd. Geen gezicht, toch? Oh. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Robin Plays Minecraft. En we zijn weer in de VMinecraft server, waar ik aardig verder ben gegaan aan mijn basis. Er zijn een paar dagen verstreken sinds de laatste keer dat we de ingang verbouwd hebben. En je ziet het al, er is aardig wat bijgekomen. Waaronder deze aanleg van de kaart. Hij is nog niet helemaal af. Dit kleine stukje is onze basis, hier in het midden. Daar is het de village die we hebben. En de rest is allemaal leeg terrein. Wat is er? Oh, het wordt alweer nacht, zeg. Nou, dat is mooi. Dan gaan we snel naar binnen. Via deze deur, die kennen jullie wel. Wat jullie niet kennen, is dit. Dit is nog onder constructie. Wacht even. Dragen van een helm verplicht. Nou, die hebben we op, gelukkig. Dit is een glazen lift. Niet voor ons, maar voor items. Vanuit het onderste gedeelte van onze mijn kunnen we de items naar boven transporteren die daar dan naar een opslagplaats kunnen. Die opslagplaats wil ik nog aansluiten op een of ander sorteersysteem, of in ieder geval dat het automatisch in de ruimte van mijn voorraad komt, in de voorraadhal, zeg maar. Dan gaan we hier verder. Hier hebben we nog steeds de potion room. Ik heb hier wat redstone ondergelegd, zodat je geinige effectjes krijgt. Hier beneden is de enchantmentkamer, die zijn we nog steeds aan het maken. Die is nog niet helemaal af, schiet aardig op, moet ik zeggen. Dan gaan we even dieping omhoog. Dit is een tijdelijke slaapkamer geworden. Hier had ik meer van dit soort harnasjes staan. Een paar daarvan zijn opgeblazen door creepers, maar ik heb het grootste deel weggehaald. Omdat wij hier bezig zijn met een mob farm. Oh, ook bouwterrein, toevallig. Dit wordt een automatische mob farm, zoals jullie zien. Wordt die aangestuurd door water, waardoor de mobs naar beneden vallen. En daarna worden ze opgevangen. En zijn alle goodies voor ons. Yeah! Even kijken, hierboven, dit kennen jullie allemaal al, geloof ik. Ja, dit kennen jullie allemaal. Ik ga nog even terug naar de slaapkamer. Nog even slapen. En dan laat ik jullie buiten zien. Links was dus die mobfarm in aanbouw. Dan gaan we weer naar ons vertrouwde boven. Hier is verder weilig veranderd. Die kippenspawner kenden jullie al. Ach, farm en de eierfarm. Lekker vol, mooi. Kenden jullie allemaal al. En onze nieuwe ingang en uitgang. Oh, kijk eens. Daar wordt ook al gebouwd, zie ik. Dan kan ik in één keer niet meer schieten. Zo moet dat. Kijk, en één klap. Hier ligt allemaal spul zo te zien. Hier gaat iemand bouwen. Diorite, andesite. En de stijgers staan er weer. Hier komt een nieuw gebouw van mijn basis. De functie ervan laat ik nog eventjes geheim. Maar je kunt zien dat de bouw begonnen is. Binnenkort hier meer over. Wat er nog meer gebouwd is, dat grote gebouw hebben jullie intussen ook al gezien, denk ik. Tjunk. Dat zijn farms. Ik heb ze niet geautomatiseerd, dat kan natuurlijk wel, maar ik vond dit toch eventjes leuker. Toch nog zelf de farm in en uit moet. 5 verdiepingen, nu al 5 plateaus. De onderste hebben we wortelen. Dan krijgen wij hier, zoals jullie zien, paarden, zeg maar. We broden van kunnen bakken. Ja, dat soort geintjes. Dan krijgen we aardappelen, geloof ik. Oh nee, pompoenen en meloenen. Er zit alleen maar pompoen. Nee, pompoen en meloen. Aardappeltjes. En dan moeten we even lucht halen. En dan krijgen we onze Nether Ward. Helemaal bovenste verdieping. Bomvol met Nether Ward. En we hebben hier een uitzicht, jongens. Kijk eens. Daar is onze ingang. Dat is het gedeelte van de lift. Oh, dan moet ik maar eens een dakje op doen. Dat is misschien wat leuker. Goed, hier moet ik straks maar eens even wat Nether Ward afhalen. En opnieuw planten. Want ik moet een beetje de voorraad bijhouden. Ik heb bijna een kistje vol. Het zal ook tijd worden. En we zijn weer op de worteltjesafdeling. Wat heb ik nog meer gebouwd?
Nou, laten we dat gelijk maar even bekijken dan. Even de deurtje weer dicht. Pad, zoals jullie zien. Er is een heel pad bijgekomen. Ik heb het allemaal een beetje in de stijl van de vervallen ruïne gedaan. Ik vind dat wel mooi. Een oude ruïne die weer opnieuw bewoond wordt en waar verbouwd wordt. Als we hier achter onze dierenfarms langslopen, die ik ook gevuld heb, eindelijk. Paarden, varkens en koeien. En hier hebben we nog een paardenparadijs. Daar kunnen paarden loslopen. Water, bomen, bloemetjes. En ze kunnen er niet uit. Dus daar kunnen ze lekker in verblijven. Lekker hun ding doen. En dan lopen we hier naar een ander gebouw. 2 verdiepingen hoog. En dat is onze schapenfarm. 16 kleuren voorradig. Alle kleuren die een schaap kan geven, vind je hier binnen. Dit is natuurlijk omdat we dan wol kunnen farmen. Ja, jij staat in het verkeerde hok. Ja, goed, geeft niet. Zodat we wol kunnen farmen in alle kleuren. En misschien gaan verkopen op de spawn in een of andere wolwinkel. Weet ik veel wat we nog gaan doen. Dat zijn allemaal opties. Alle kleuren zoals je ziet. We hebben ze alle 16 in game. Zover dat voor schapen kan. Nou, een aardige update dacht ik zo. Als we dit vergelijken met een paar weekjes terug. We hebben veel werk verricht hier op de basis. En niet alleen maar ondergrond zoals je ziet, maar ook boven de grond. Kijk, zoals ik al vertelde, dit is de bovenkant van ons liftsysteem, van ons glazen liftsysteem. Kijk, hier gaat de buis, komt helemaal uit de berg omhoog. En ik denk dat ik daarboven dan een of andere nieuwe opslagruimte bouw. Een grotere, misschien met een automatisch situatiesysteem. Al moet ik heel eerlijk zeggen, dit is nog nooit gebouwd, dus ik weet niet of dat wat wordt. Daar moet ik eerst nog eens even naar kijken. Daarboven wat bouwen. En daar komt natuurlijk ook nog een groot supergebouw. Supergroot gebouw eigenlijk. En wat dat wordt, dat vertelde ik nog niet. Had ik al verteld dat ik het niet vertelde? Bij deze vertel ik het nog een keer. Oh ja, ik heb nog helemaal vergeten de watervallen te laten zien. We hebben ook watervallen, heb ik tegenwoordig hier. Kijk, deze kant hebben we een waterval. Het meertje moet ik nog een beetje mooier maken, maar het begin is er. En aan de andere kant bij de paarden hebben we een waterval. Dan moet ik er even naar binnen. En wat natuurlijker, klein watervalletje. Gewoon zodat het er wat leuker uitziet hier. En die loopt helemaal door tot in de grote rivieren en wateren hierachter. Paarden kunnen er niet uit, omdat er een hek in zit. Dus die zijn hartstikke veilig. Hier kunnen we mooi paarden gaan broeden. Dus vind ik wat leuker dan in zo'n klein hokje. Ik denk dat ik ook voor de varkens en voor de koeien zo'n groot weiland maak. Want ik vind dit gewoon zielig. Zoveel op een kleine vierkante meter. Ja, dat was het dan voor deze keer wat de veranderingen op mijn basis betreft.